Het is een heel fysiek instrument. Je voelt het tot in je botten dat je die dikke snaren in trilling brengt. Maar het is ook een dienende functie in de muziek die mij zeer aanspreekt. De stemmechanieken zijn op een contrabas anders dan op een viool of op een cello. Omdat die snaar zo dik is en zo zwaar zou zijn om hem anders aan te draaien en te stemmen, is er een stemmechaniek voor ontwikkeld. De functie van de kam is om de klank over te brengen op het instrument. De contrabas heeft 4 snaren en is gestemd in kwarten. Van hoog naar laag is dat G, D, A, E. Ik zelf heb dus zo'n mechaniek op mijn contrabas. En daarmee kan ik de onderste snaar verlengen, waardoor die lager wordt en in dit geval tot een C. De strijkstok voor de contrabas is gemaakt van Pernambucohout. Je hebt ook strijkstokken die van slangenhout gemaakt zijn. De haren van de strijkstok zijn gemaakt van de staart van een paard. Het inharsen van de strijkstok is eigenlijk ook weer zoiets net als met de kam. Zonder kam klinkt de bas niet en zonder hars klinkt de strijkstok niet. Werkt die niet. Door daar hars op te smeren kan die gewoon beter pakken op de snaar. Die bas die hoort bij mij en daar wil ik gewoon op blijven spelen tot ik niet meer kan. De contrabas is een snaarinstrument van bijna 2 meter lang en kan op verschillende manieren klinken en bespeeld worden. Van hoog tot zeer laag. Gestreken met de strijkstok of plukkend met de vingers in verschillende stijlen van klassiek tot jazz. Glijdende tonen of glissando krijg je door met je linkerhand van de ene naar de andere toon te glijden. Contrabassist Peter Leerdam laat al deze mogelijkheden horen in zijn nu volgende improvisatieconcert.